Het is weer tijd om een aandeel te gaan bekijken voor deze nieuwe maand waarbij we opnieuw de vraag gaan stellen, is dit een interessant aandeel bij de huidige koers? En zeker ook bij de huidige marktomstandigheden van de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne is het gewoon heel belangrijk om een aandeel goed te analyseren en ook zeker een waardering te gaan maken voor het aandeel. Dus laten we dat gaan doen in deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passief inkomen.nl op dit kanaal Werk we aan een Toekomst met Meer Vermogen en Meer Vrije Tijd. Een paar jaar geleden is het alweer dat ik deze serie begon met het idee juist om uh, aandelen te gaan bekijken, te bespreken die me interessant leken. Terwijl juist de laatste tijd we vooral gaan kijken van zijn de aandelen wel... Uh, ja, onder de huidige koers. Bij de huidige koers zijn het dan wel interessante aandelen, zijn ze interessant geprijsd? Zoals gezegd. Onder andere heeft dat te maken de, omdat de markt misschien wel overgewaardeerd is of was. Maar zeker ook de omstandigheden nu met een hoge inflatie en in de oorlog in Oekraïne zorgt er gewoon voor dat er veel angst is, veel onzekerheid is in de markt. En dat merk je natuurlijk ook terug in aandelenkoers. En wat de verwachtingen misschien wel zijn voor de toekomst. En laat ook in de reactie onder deze video weten of je nog een derde deel wilt zien ...in de serie zeg maar, oorlog en beleggers, zoals ik het heb genoemd... Uh, ...waar we nu juist gaan kijken naar wat gebeurt er vanwege die oorlog... Wat, zijn de, ...wat is de impact daarvan op beleggers, op financiële markten... ...waarin ik eigenlijk dus in het derde deel gewoon de laatste nieuwe ontwikkelingen ga bespreken. Maar kijken we even terug naar deze serie, dan was het in januari dat ik het aandeel Paypal besprak. Nou, dat aandeel is inmiddels dit jaar dus al gehalveerd in koers, of bijna gehalveerd in koers... En Microsoft, het aandeel van vorige maand, dat staat dit jaar op min 13%. Waarbij eigenlijk de laatste maand, sinds dat ik het besprak, het aandeel met 7,5% is gedaald. En de besproken aandelen zijn dan ook zeker geen aanbevelingen. Ik wil juist laten zien wat er op dit moment bij dit soort bedrijven speelt. Wat eventueel de impact is op hun koers of waarom dingen zijn veranderd. Ik wil ook laten zien hoe je snel een analyse kunt maken of snel een waardering kunt maken... En dat je daar aan de hand ook de punten weet van. Oh, als ik meer onderzoek uh, wil gaan doen, omdat het eventueel interessant lijkt. Welke punten moet ik me dan vooral gaan op gaan richten? Waar moet ik meer informatie uh, uit op gaan halen? En het aandeel dat we dan vandaag gaan bespreken, heeft op dit moment een PE-ratio van 27. Dat is op zich niet heel erg hoog. Hoger dan we zouden willen zien. Maar in de huidige markt is dat niet eens zo heel gek. En zeker bij een bedrijf dat goed heeft gepresteerd de afgelopen tijd, maar waar de toekomst er ook nog best wel positief uitziet. Dus dan is het dus wederom vooral de vraag van, is het bij de huidige koers ook een interessant aandeel om in te investeren? En het aandeel dat we deze maand in deze video gaan bekijken, dat is het aandeel van Apple met tickersymbool AAPL. En het is denk ik een bedrijf dat iedereen kent, de producten die iedereen kent. Iedereen kent wel de iPhone of de iPad bijvoorbeeld, maar ook zeker werelds grootste, bekendste belegger Warren Buffett is zeker bekend met het aandeel. Hij is namelijk zelfs groot aandeelhouder zou je kunnen zeggen. 48% van zijn portfolio bestaat uit Apple-aandelen. En dan hebben we het op dit moment over een waarde van net geen 160 miljard dollar. En dat komt erop neer dat hij bijna 6% van alle Apple-aandelen bezit. En Apple doet niet aan mooie presentaties van hun kwartaalcijfers, zoals we ooit bij andere bedrijven wel zien. Dat vind ik wel jammer en had ik eigenlijk ook juist wel verwacht bij Apple, die altijd alles heel mooi weet te presenteren. Maar laten we wel gewoon even gaan kijken naar hun laatste financial statement. En deze cijfers, deze kwartaalcijfers zijn dan gepubliceerd op 25 december 2021 en dat is voor Apple. Die hebben dan weer een ander boekjaar dan een kalenderjaar is. Voor hun is dit dan de, uh, het eerste kwartaal is hiermee afgerond. Hiermee zijn dan ook natuurlijk de feestdagen uh, voor een gedeelte meegenomen, of in ieder geval de aanloop naar Kerst bijvoorbeeld. Dus vaak ook een heel belangrijk kwartaal voor Apple. Ik wil uh, niet zo heel veel dingen hieruit gaan kijken, omdat we dat straks beter kunnen gaan doen, uh, duidelijker uh, inzichtelijk kunnen krijgen. Maar wat ik hier wel naar wil gaan kijken, behalve dat we natuurlijk enorme uh, omzettoename zagen is bijvoorbeeld de winst per aandeel die ook sterk is toegenomen van in 2020 was het hier, eind 2020 was dat 1,70 dollar ongeveer, naar uiteindelijk 2,10 dollar het, het laatste kwartaal, dus behoorlijke stijging op jaarbasis. Maar wat ik eigenlijk vooral wil gaan kijken is waar de omzet vandaan komt, hoe die verdeeld is. Nou, ten eerste dan op van continenten, bijvoorbeeld Amerika. 51 miljard van die 123, 124 miljard komt daar vandaan, gevolgd door Europa, bijna 30 miljard. En op de derde plaats, heel dicht na Europa, zien we Greater China, China, misschien wel iets meer dan China, ik weet het niet, met ongeveer 25, 26 miljard. En dan de rest van de wereld zien we daar wel ongeveer. En welke categorieën zijn het dan waar de omzet vandaan komt? Dan zien we dat de iPhone heel erg belangrijk is voor Apple. 71% van die 124 of 71 miljard van die 124 miljard komt vanwege iPhones. Gevolgd um, door de services. Steeds belangrijker onderdeel van Apple. Ook heel belangrijk omdat daar vaak juist de marges natuurlijk veel hoger zijn. Dat is bij alle services eigenlijk wel bij alle dienstverleners. Het is makkelijker te schalen. Uh, het is voordeliger om op te schalen dan de productie van een iPhone bijvoorbeeld op te schalen. Um, wearables, home en accessories zien we bijna 15 miljard. De Mac 11 miljard ongeveer en de iPad zo'n 7 miljard aan omzet. En scrollen we dan nog iets verder naar beneden. Dan wil ik ook nog even gaan kijken waar Apple eigenlijk geld aan uitgeeft. En dan twee specifieke punten. En ik moet even kijken waar ze staan. Dat is um, hier: payment for dividends, oftewel de dividenduitbetalingen die, die zij doen. Dat was 3,7 miljard in dat uh, kwartaal. En het opkopen van hun eigen aandelen, dat was uh, 20,5 miljard zelfs in het afgelopen kwartaal. Vorig jaar deden ze zelfs nog meer. En dit zijn denk ik misschien ook al punten die uh, Warren Buffett juist heel interessant uh, vindt. Dividend vindt hij natuurlijk altijd best, uh, interessant. Maar wanneer een bedrijf uh, aandelen opkoopt, zijn er dus eigenlijk zijn er minder aandelen in, uh, in omloop als dan de winst... Het volgende kwartaal verdeeld moet worden. Gaat dat over minder aandelen. En zal dus de winst per aandeel toenemen. Dat zagen we eerst ook al. Eh, bovenaan in deze cijfers. Dit dus zijn vaak heel veel punten. Of twee belangrijke punten die investeerders ook interessant vinden. Omdat je eigenlijk ook al. Ja, op, een, op deze manier word je eigenlijk beloond. als aandeelhouder van het aandeel Apple. En laten we ook even gaan kijken naar mijn positie uh, die ik heb in Apple. Want ik heb ook Apple-aandelen en die heb ik in mijn portfolio bij de Giro. Mocht je nou willen beginnen met beleggen, heb je nog geen account. Maak dan gebruik van de link onder deze video om gratis een account te openen. Ze hebben op dit moment deze maand ook weer uh, wederom een aanbieding of een actie eigenlijk, moet ik zeggen, waarbij je de eerste 50 euro transactiekosten te goed krijgt. Dus maak zeker gebruik van die link onder de video. En gaan we dan kijken naar mijn portfolio. Dan zien we dat die al behoorlijk is gedaald. Natuurlijk heb ik ook te maken van de, de omstandigheden op de markt. Maar hier het derde aandeel dat we zien, is het aandeel Apple. Ik heb 50 aandelen van dit, a van, ja, dit bedrijf. 163 dollar is de koers nu. Ik zie al voorbeurs dat die waarschijnlijk straks zo rond de 160 dollar gaat openen. De waarde is zo'n 7500 euro. Um, en kijken we, de prijs die ik gemiddeld per aandeel heb betaald is net geen 127 dollar. Dus ik sta gelukkig nog wel zo'n 44% in de plus um, op dit aandeel, op deze positie. Wat uitkomt op zo'n 2900 euro aan winst op dit moment. Is nog ongerealiseerd, natuurlijk, omdat ik de positie nog steeds heb. En laten we dan weer overstappen naar beleggertools.nl om juist het aandeel te gaan analyseren en ook een waardering te gaan maken. Zoals je weet, misschien wel, is dit de website die ik heb uh, ontwikkeld. Juist om jou als belegger te helpen met wat tools om snel dus een aandeel te analyseren en juist die waardering te maken. Kijk even op beleggertools.nl als je meer interesse hebt. Je kunt gratis een account openen. Als we dan inloggen en het aandeel gaan bekijken, hebben we ten eerste het overzicht. We zien nu een beurswaarde van 2662 miljard. Dat was een tijdje geleden hoger. Apple was het eerste bedrijf ter wereld dat de beurswaarde, ja, meer beurswaarde had boven de 3000 miljard zelfs. We zien het koersverloop, de top van de afgelopen 52 weken en volgens mij ook de all-time high voor dit aandeel was zo'n 183 dollar bijna. Zoals gezegd op dit moment, We sloten afgelopen vrijdag op 163,17. En nu zien we bij Yahoo bijvoorbeeld al voorbeurs. Rond de 160 dollar. Um, ja, alle beurzen staan vandaag wel weer een beetje in het rood. Laten we vooral even kijken naar de checklist natuurlijk. En hier krijgen we vrij snel een overzicht van het bedrijf op verschillende punten. Um, mijn PE-ratio staat ingesteld op 21. Dus deze twee kleuren rood omdat ze hoger zijn dan 21. En dit is eigenlijk de reden waarom ik het aandeel heb gekozen voor deze video. 26 of 27 bij dit soort ratio's is op zich. Normaal is het hoog op de lange termijn, maar in de huidige marktomstandigheden uh, bij dit bedrijf met al best veel groei en ook best nog wel toekomstige groei, is dit misschien wel een punt dat heel veel beleggers denken: oh, dat is relatief laag gewaardeerd. het moet wel een interessant aandeel zijn. Nou, op heel veel andere punten klopt het, dus het lijkt vooral een beetje overgewaardeerd te zijn. Maar we gaan straks ook zeker een waardering maken om te kijken bij wat zijn onze verwachtingen en is dan juist de huidige koers wel interessant of niet. We zien het dividend dat ze uitkeren, dat kunnen ze makkelijk volhouden, want het is ongeveer 16% van hun free cashflow op dit moment. De wijziging in aandelen, wat we eerder ook al zagen. De laatste vijf jaar hebben ze bijna 20% van hun aandelen dus uh, weer opgekocht. De winst wordt dus verdeeld over minder aandelen, interessanter als aandeelhouder zijn. De omzet is met 60% gegroeid de laatste vijf jaar. De winst is zelfs verdubbeld en de free cashflow is met 83% toegenomen in de laatste vijf jaar. De netto-winst op dit moment zo'n 27% bijna. Heel erg goed en ook ver boven de 10% die we eigenlijk zouden willen zien. schuldratio onder de 1, dat is prima. Als ze alle schuld zouden willen aflossen, dan kostte dat 1,75 jaar aan free cashflow. Relatief weinig dus. Uh, de rente die ze moeten betalen over die schuld is ook niet heel veel, want dat kunnen ze dus eigenlijk 43 keer betalen. En de return on invested capital boven de 10 zouden we willen zien. En we zien zelfs hier 50, dat is echt... Heel erg hoog, dus ja, het geld dat hierin geïnvesteerd wordt, weet Apple ook ja, heel winstgevend. Eigenlijk heel veel geld op te verdienen. Heel veel positieve punten: het dividend, onder andere, denk ik ook een reden waarom uh, Warren Buffett het interessant vindt. Het laatste kwartaal was 88 dollar cent, komt neer op 0,54 uh, Is dat en de dividendgroei zien we in de laatste vijf jaar gemiddeld uitkomen op 9,2 zeg maar, per jaar. Gaan we dan even kijken naar de cijfers van dit bedrijf? En dan zet ik hem even terug naar jaarcijfers. Want het is denk ik wel belangrijk dat de cijfers die we nu zien, en dat is eigenlijk bij alle aandelen om te gaan kijken: van ja, is dit vooral een groei vanwege corona bijvoorbeeld geweest? Ik denk dat zeker ook Apple daarvan heeft kunnen profiteren. Dat mensen geld over hadden en niet aan de vakantie uitgaven, maar misschien aan een nieuwe iPhone of juist thuis gingen werken en daardoor juist. Juist een computer hebben gekocht, en dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat ze daar een paar jaar mee vooruit kunnen, dat er in de toekomst niet zoveel groei meer te zien zal zijn. Kijken we eigenlijk naar de laatste vijf jaar, bijvoorbeeld. Vijf jaar geleden was het nog zo'n 215 miljard omzet. 230, 265, toen zagen we in 2019 een kleine afname naar 260 miljard. In 2020 steeg het juist, dus ondanks corona naar 275 miljard. En vorig jaar zagen we uiteindelijk 365 miljard aan omzet. Dus een enorme toename in het laatste jaar in principe. Gaan we kijken, de winst die neemt natuurlijk dan ook in flinke stappen toe... ...en zien we dus, zagen we net ook al, ongeveer wat verdubbelen in de laatste vijf jaar. Wat ik vooral wil zien is de winst per aandeel. Nou, natuurlijk, het bedrijf maakt meer winst, maar ze hebben ook minder aandelen... ...omdat ze de aandelen juist opkopen. Dat zien we hier ook van bijna 21 miljard naar nu zo'n 16,7 miljard. En dus is de winst per aandeel, neemt best wel flink toe, kunnen we ook wel zien. Maar de marge die ze maken, die neemt juist ook toe... Um, we zagen hem een beetje onderaan hangen op de 38%. Vorig jaar rond de 42%. We hebben het ooit eerder, tien jaar geleden, op 44% gezien. Dus um, ik denk wel dat we een beetje nu aan de top zitten. Um, maar ja, het zijn in ieder geval percentages die we, uh, waar we rekening mee kunnen houden. Zometeen ook in de waardering die we gaan maken. En dan is het natuurlijk ook wel belangrijk om te weten... als we gaan kijken naar de netto-winst die dus eigenlijk nu verdubbeld is... of we gaan kijken naar de free cash flow, um, hier onderaan zien we hem staan... ...die is eigenlijk ook bijna verdubbeld um, in de laatste vijf jaar. Dat dat natuurlijk ook impact heeft op, de, op het ratio. En dan is natuurlijk de vraag... ...we zien het gemiddelde van de laatste vijf jaar op 70 uitkomen. Vorig jaar was 92. Dan is het de vraag van, ja, blijft deze trend zich doorzetten... ...of zal deze dalen? En dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook impact. Want dan zal het ratio weer gaan toenemen juist. Het zijn in ieder geval punten waar je rekening mee moet houden... ...in je eigen onderzoek of in je waardering die je gaat maken... En laten we dan gaan kijken even naar de grafieken, want wat ik eerder zei, Apple heeft niet zo'n mooie presentatie van de kwartaalcijfers als ze ooit bij andere bedrijven zien, maar gelukkig kunnen we bij grafieken wel een heel visuele um, ja, beeld krijgen van het, van het bedrijf, van het aandeel, kan ik eigenlijk beter zeggen. Nou, de koers bijvoorbeeld, we zien hem hier wel uh, ja, nog rond de 2025. Uh, vijf jaar geleden naar nou, nu dus zo'n 160 met een top rond de 180. We zien hier de coronadip wel van 80 dollar naar ongeveer 60 dollar een dipje. Maar uiteindelijk dus flink hard toegenomen de koers. Gaan we kijken naar het PE-ratio. Dan hebben we ook een flinke piek gezien hier. Maar uiteindelijk zien we op de laagte punten ooit rond de 9 of 10. En laten we zeggen op de hoogtepunt een beetje rond de 22 of zelfs 29 niveau ratios... waar we ook zo meteen rekening mee kunnen houden, eventueel als we een waardering gaan maken. Laten we kijken naar de omzet. Zoals gezegd, het eerste kwartaal is altijd heel belangrijk. Of in ieder geval het eerste kwartaal voor het, um, het boekjaar van Apple. Het is eigenlijk het vierde kwartaal een beetje van, uh, van een kalenderjaar. Dat is heel belangrijk vanwege de feestdagen waarschijnlijk ook wel. Dat is meestal het kwartaal met de meeste omzet. Die piek zien we eigenlijk altijd. En we zien in ieder geval ook, um, eigenlijk sinds, uh, moeten we het zeggen... hier een beetje is het corona, dat we wel eerst natuurlijk... het was altijd al het beste kwartaal, maar ook uh, na de hand de kwartalen... Behoorlijk, ja, behoorlijk wat netto winst toename zien. Hier was het zo'n 23 miljard, 24 miljard... terwijl het jaar daarvoor bijvoorbeeld 13 of 12 miljard nog was. Dus ja, ook weer erom bijna een verdubbeling in momenten Hier zien we de winst dan uitge, uitgesplitst. Maar laten we vooral even kijken naar de marges... Niet alleen weten ze best goede marges te hebben, ze weten juist de laatste tijd de marges ook te verbeteren. De vraag is dus vooral: weten ze dat vol te houden? Ik denk het niet. Um, maar ja, dat is een verwachting omdat heel veel grondstofprijzen toenemen. Uh, lonen worden duurder. En ik weet niet of dadelijk een recessie komt, of de economie zo blijft en mensen bereid zijn om meer te blijven betalen. Ik weet niet of Apple, een gedeelte denk ik wel, dat Apple wel in de positie is. Om prijzen, prijsstijging ook vooral door te rekenen aan de klanten. En klanten toch wel weten of willen betalen, heel belangrijk. Um, dat zou kunnen zeggen dat dan de marges misschien niet toenemen, maar hetzelfde blijven. Maar laten we in ieder geval rekening mee houden dat ze in ieder geval ook iets lagere marges houden. als we zo meteen uh, een eigen waardering dus gaan maken. Nou, hier zien we wat groei en wat cashflow. We zien wel bijvoorbeeld dat uh, de schuld die Apple heeft juist toeneemt de laatste tijd. en daardoor juist het geld dat ze eigenlijk over hebben, de net cash wat afneemt hoeft niet per se slecht te zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat Apple juist nu geld leent... omdat de rentepercentages heel laag zijn... en dat ze dat geld gebruiken om hun eigen aandelen op te kopen... omdat ze denken van op die manier weten we aandeelhouders... Um, tevreden te stellen, te belonen eigenlijk... en is het misschien juist wel een heel erg goede manier... om um, ja, het geld te gebruiken... juist bij deze lage rentepercentages voor een lange termijn. Dus um, het zou zomaar kunnen zijn dat dat een reden is... of dat dat de reden is waarom we eigenlijk... De schuld zien toenemen, maar altijd nog, zoals gezegd, ze weten genoeg geld te genereren. Ze hebben heel veel winst, dus dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Laten we dan even gaan kijken naar wat analisten denken. Ten eerste de koersdoelen. Kijken we naar tipranks, dan zien we 29 analisten, waarvan er 24 een koopadvies hebben met een gemiddeld koersdoel van 193 dollar, oftewel 18% boven de huidige koers. En waarbij het laagste koersdoel zo ongeveer rond de huidige koers ligt. Kijken we naar Seeking Alpha, dan zien we 43 analisten, waarvan 34 een koopadvies geven. Het gemiddelde koersdoel komt uit op 191 dollar, oftewel zo'n 17% upside. En hier zien we dan wel één verkoopadvies en dat uh, advies die heeft een koersdoel van 130, dus dat is wel weer een stukje lager dan de huidige koers. Kijken we dan bij Yahoo Finance naar de omzetstijging die analisten verwachten voor de komende vijf jaar. Dan komt dat op net geen 15% per jaar uh, voor de komende vijf jaar. Dus, dus daar gaan we zo meteen ook rekening mee houden in onze waardering. En als we dan gaan kijken naar de waardering, dan heb ik inmiddels alvast ingevuld van wat mijn verwachtingen zijn. Laten we beginnen even kijken bovenaan bij de omzetgroei. We zien het laatste jaar bijna 30% omzetgroei, maar de laatste 10 jaar en 5 jaar trouwens ook is gemiddeld ongeveer 11%. Dus laten we die 11% pakken als bear case. En de 15 die we eerder zagen bij analisten als bull case, dus 11, 13 en 15% omzetgroei. De netto-winstmarge zien we een beetje 22, 22, 27, laatste jaar wat meer. En daardoor misschien het gemiddelde ook wel iets omhoog. Dus daarom heb ik uitgegaan van 21, 23 en 25% marge. En dat moeten we even hier 23, 24, 25 bij de free cashflow. We zagen al dat het aantal, aaneem, uh, aantal geplaatste aandelen afneemt omdat Apple dus aandelen opkoopt. Dus laten we zeggen dat ze dat blijven doen met 3% uh, in de bear case of zelfs 5% per jaar in de bull case. En het dividend zagen we ook toenemen. Uh, gemiddeld zo'n 9% per jaar groei in de laatste vijf jaar. Het laatste jaar is het 7% toegenomen. Dus daarom ben ik uitgegaan van 7, 8 en 9%. Dan komen we uit bij de P.E. ratios die zagen we al eerder dat die wat lager waren en dat we nu dus juist wat hoger zitten, maar ook natuurlijk moeten we uitgaan van een PE-ratio dat we graag zouden willen zien om te denken van dit wordt in de toekomst voor dit aandeel betaald en dat is een normale waardering. Daarom ben ik uitgegaan voor, wel, uh, voor zowel de PE-ratio als de free cash flow van 16, 18 en 20 met mijn gewenste rendement van 12% voor een los aandeel, een eindeloos groeipercentage in alle gevallen van 3% en dan een vijfjarige analyse en klikken we dan hier rechtsonder op analyseren. En gaan we kijken naar de koers, of in ieder geval de prijzen die we zouden willen betalen. Om in ieder geval het rendement van 12% te behalen. Uh, Als ook zeg maar de omzet zien stijgen. En dat door percentages weten behalen in de toekomst. Dan kunnen we zeggen in de, berg, of in de base case, sorry, dat het gemiddelde eigenlijk. Ja, hier tussenin komt op ongeveer 115 dollar per aandeel. En dat dat eigenlijk ver ligt onder de 163 of 160 waarmee je het straks waarschijnlijk gaat openen. En dat is dus eigenlijk um, een heel interessant aandeel lijkt door de relatief lage PE ratio. Maar als we gaan kijken naar wat voor rendement we zouden willen zien, 12% per jaar, dan is het gewoon geen interessante waardering bij de verwachtingen die we hebben voor de toekomst. En dat is dat. Ja, maximaal 15% omzetgroei per jaar. We zien dan wel één groen cijfer en dat betekent dat het in die situatie wel interessant geprijsd is op dit moment. Maar dat is de situatie van en 15% groei voor de komende 5 jaar en een PE-multiple van 20. Nou, dat is misschien wel het meest positieve. Um, maar kijken we naar het laagste geval, dan komen we op ongeveer 90 uit. Dus dan zou het aandeel bijna moeten halveren. Maar laten we dan vooral zelf uitgaan van de... Ongeveer mijn situatie, wat ik zou denken een gemiddeld, uh, gemiddelde prijs, waar ik eventueel iets van zou willen betalen. Of het eventueel aandeel zou willen kopen van ongeveer 115 dollar dus per aandeel. En dat is dan ook eigenlijk de conclusie van deze video: dat we de koers die we willen zien, dat we daar nog lang niet bij zijn. Dat zou betekenen dat de koers van dit moment nog met zo'n 30% moet dalen om de prijs te bereiken. Die ja, volgens mijn waardering, volgens mijn verwachtingen, interessant is om te kopen. Om het gewenste rendement van 12% per jaar te behalen. En dan klinkt het misschien veel, 30% daling en dat is het ook. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo gek dat dat kan gaan gebeuren. We zien het namelijk al bij heel veel andere aandelen dat het is gebeurd. In het overzicht dat ik van de week liet zien, een nieuwe tool op beleggertools, genaamd zeg maar, Buy the Dip, zien we wel heel veel aandelen op dit moment. Makkelijk 30% onder de 200-daags gemiddelde worden verhandeld op dit moment. Bedrijven, grote bedrijven zoals bijvoorbeeld uh, Zoom, Paypal, maar ook zeker Facebook, oftewel Meta. zijn eigenlijk al ja, flink afgestraft. En het kan ook zomaar zijn dat een bedrijf zoals Apple, een aandeel zoals Apple, dat in de komende tijd dat daar ook gaat gebeuren. Als we een keer tegenvallende cijfers hebben. Maar zeker ook door de huidige situatie op de markt. De onzekerheid uh, vanwege de oorlog in Oekraïne. De oplopende inflatie, oplopende prijzen, mogelijke recessie kan allemaal impact hebben. En dan kunnen we best wel eens snel. Een 30% daling zien. Wilt niet zeggen dat als het gebeurt we dan ook het aandeel meteen gaan kopen. Want we moeten dan natuurlijk weer een nieuwe waardering maken. Want misschien ziet de toekomst voor Apple er dan ook wel anders uit. En dat heeft natuurlijk ook wel impact op de waardering. Maar dit is in ieder geval een momentopname van mijn mening. Mijn verwachtingen voor de toekomst. En wat ik eventueel interessant zou vinden als prijs voor het aandeel Apple. Laat ook vooral weten in de reacties onder deze video wat jij denkt van dit aandeel. En bij de, vooral natuurlijk de waardering en de koers van het aandeel. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.